Vandaag is het nieuwe testgrid aangekomen. Alles heeft over de nacht goed gedroogd bij de verwarming. Wat belangrijk is, zeker voor de basis. Want de basis heeft, zoals jullie weten, elektronica erin zitten. Hier binnenin zit een sensor. Hier zitten sensors aan de zijkanten. En hier zit natuurlijk het computergedeelte. En het motorgedeelte. Dan hebben we natuurlijk aan de achterkant hebben we het gedeelte zitten waar de stroomtoevoer is. Dus het is heel belangrijk dat dat altijd alleen maar met een vochtige doek schoongemaakt wordt. In principe wordt het eigenlijk ook niet zo heel erg vuil. Tenzij de litte robot niet goed dumpt in de lade. Wat belangrijk is, is dat de bol goed droog is van binnen en ook het binnencompartiment waar het grid wat schoon is in opgeslagen wordt tijdens de draaicyclus. Het rubber is mooi droog geworden. Ik spuit het nu even in met een laagje zodat het ook wat minder aanhecht. Dan gaan we naar de la. Het is bij de la belangrijk dat de zak er goed in zit. Doe hem niet over de rand heen. Want je weet niet of dat het gepakt wordt door het motorrad wat daarin zit in de basis. Doe hem, rol hem op zoals ik gedaan heb. En steek hem dan hier in de daarvoor bestemde openingen. Zodat hij mooi strak langs de rand zit. Je kunt hier aan de zijkant zien dat hij hier eruit komt. Maar dat het geen gevaar heeft als hij er overheen komt dat hij in het motorrad terecht kan komen. En de hele boel vastloopt met alle gevolgen van dien. Er zit een filter in en het opstapje is weer schoon. Wat ik wel ga doen, ik had hem eruit gehaald. Little Robot haalt hem er ook overal uit. Bij het nieuwe model zit hij er niet meer in. Dat is dit binnenscherm. Ik ga dat weer bevestigen met die zwarte sleutel aan de achterkant van de bol. Deze beschermt namelijk de kat tegen het met zijn kopje of zijn oortjes aan de binnenkant van de bol, waar het vuil overheen schuift, de dumplade in. Als die terugdraait, komt dat gedeelte weer boven te zitten. Dit binnenscherm blijft eigenlijk dan meedraaien, maar blijft schoon. Met het gevolg dat je kat geen grit in de vacht krijgt of eventuele ontlastingsresten aan de oren. Nou, de fence komt er dadelijk ook weer op. Ik ga hem nu even in elkaar zetten en helemaal installatie klaarmaken. De oude Little Robot heeft keurig zijn werk gedaan. Ik ben er heel erg blij mee dat ik die nog heb. Hij staat in de garage, in de ketterie. En wordt alleen eigenlijk vaak door Spotje gebruikt 's morgens. Want dan is het hier natuurlijk even in de rij staan. Ik zet nu de boel in elkaar. En dan ga ik het nieuwe grid erin doen. En dan gaan we de testperiode in. Ik ben heel erg benieuwd. Tot later.